Ja, als we econoom David Rosenberg mogen geloven, dan zit er toch wel een recessie aan te komen. Je ziet hier op CNBC, our recession indicators are flashing red, says economist David Rosenberg. Ja, en hij heeft het vooral over de Amerikaanse consument. Hè, dat, hij heeft het over de ratio tussen spaargeld en uitgaven. Dat uit balans aan het raken is. En ja, als je ook kijkt naar het Wall Street Journal, dan zie je daar toch ook een bericht. Retail needs some therapy as cautious consumers trade down. Dus consumenten die in het lagere inkomen zitten, ja, die zijn aan het besparen, zeg maar. Cutting back on necessities, de noodzakelijke dingen. En de, ja, zeg maar de midden- en betere inkomens, die zijn op zoek naar koopjes en kortingen. Kortom, ja, de Amerikaanse consument heeft het moeilijk. En ja, die Amerikaanse economie is toch voor een groot deel afhankelijk van de consument. Maar goed, als we kijken naar de beurzen, en ik heb hier de SPY waar we altijd mee beginnen, ja, dan is daar nog niet veel van te zien. Die SPY, die S&P 500, die zit toch wel weer in een leuke uptrend. En ja, hier ligt wel wat weerstand. Morgen, Labor Day, zijn de beurzen gesloten in Amerika. Dus we moeten kijken hoe zich dat vanaf dinsdag gaat ontvouwen. Maar ja, een weerstand hier. Het kan zijn dat we iets terug gaan vallen. Maar ja, het ziet er toch nog wel steeds bullish uit. En als ik even kijk naar de Q's, de ETF van de Nasdaq. Ook een mooi herstel gezien. Een beetje correctie tot op dat MA50. En precies op dat niveau ging de koers weer omhoog, 1,2% bijna afgelopen vrijdag. Je zag sowieso vrijdag wel in de laatste handelsuren dat er gekocht werd. En dat zou ook kunnen door speculanten die misschien short zaten en die hun posities moeten coveren. Nou, de Dow Jones, ik heb hem hier omcirkeld. Nieuw all-time high, nieuwe top. Dus we zitten in onontgonnen gebied, nog nooit zo hoog gestaan. Dus ja, dat gaat allemaal heel goed. En de Russell 2000 iets minder. Die moet nog wel eventjes boven dit niveau uitkomen. Dus nog geen nieuwe all-time high. Maar toch ook wel weer na die felle daling tot op dat MA200 weer gestaag gestegen. Dus ja, de consument die heeft het moeilijk. Maar de belegger en de beurshandelaar die ziet het allemaal nog steeds wel zitten. Als we kijken naar GLD, goud, zit toch ook nog wel in een gestage uptrend. Ziet er gewoon goed uit. Zilver wat minder. En vooral als ik kijk naar de, even weghalen, weekgrafiek. Dat is deze. Ja, wat je dan ziet is zo'n bearish engulfing patroon. Dus je ziet de afgelopen week, die rode candle, die heeft de candle van de vorige week helemaal omvat. Nou, op zich is dit nog niet een, iets om je heel erg druk om te maken. Alleen, ja, het is een signaal. En als in de loop van de eind volgende week, die koers hier ergens staat, hè, onder die rode candle, ja, dan denk ik dat we zomaar weer terug kunnen richting de 24. En je ziet, die koers is hier al een keer geweest en die koers die heeft hier al een keer steun gevonden. En hier ook al een keer, dus ik denk dat dat 24 niveau, zie je ook nog zo'n moment waarop die koers hier is geweest, twee keer zelfs. Dus ik denk wel dat op 24 een behoorlijk stevige steun ligt. Maar goed, ja, we moeten dus eerst afwachten wat volgende week weer gaat brengen. Nou, de VIX die staat nog steeds heel laag. Die zagen we een enorme spike maken een paar weken geleden. Is toen weer teruggevallen, ongekend dit. Dus enorme volatiliteit, maar dat werd al vrij snel weer de kop ingedrukt. Staat nu op 15. Nou, dat is gewoon weer heel laag. Dus de belegger, die, wat ik al zei, die ziet het allemaal nog steeds zitten. Die maakt zich niet zoveel zorgen, blijkbaar. En dan hebben we nog de AEX. Nou, de AEX ging net als in Amerika na die felle daling toch weer gestaag omhoog. En ja,
Ik denk dat hij zo hier rond de 9,30 wat weerstand zal ondervinden. Maar ook de AIX ziet er nog prima uit. Ja, waar we natuurlijk ook even naar moeten kijken is Nvidia. Want beleggers keken daar natuurlijk met argusogen naar. Want Nvidia maakte zijn cijfers bekend afgelopen week. Nou, die vielen op zich wel mee. Maar beleggers hadden toch wel meer verwacht. Dus de koers ging behoorlijk omlaag. Maar ja, die koers die vindt u wel steun op dat MA20. Kreeg er alweer 1,4% bij afgelopen vrijdag. Alleen ja, je ziet hier zo'n hoogste punt, een iets lager punt, hier weer een wat lager punt. Dus het is die koers nog niet gelukt om hierboven uit te komen. En dat duidt toch wel op een beetje zwakte. Maar ja, we moeten ook hier maar kijken volgende week. Of beleggers er toch weer zin in krijgen. Het ziet er al met al niet echt heel dramatisch uit. Voor ik het vergeet, als je het nog niet hebt gedaan, abonneer je eventjes op dit kanaal. Druk ook op het belletje. Dan krijg je automatisch een seintje als ik weer zo'n alleraardigste video upload. Dan ga ik eventjes kijken naar Dollar General. Want daar hadden we het over. Had ik het daar niet over? Nou ja, in ieder geval Dollar General. Oh ja, dat liet ik aan het begin zien natuurlijk. Ja, die ging hard omlaag. En ook vrijdag ging er bijna 1,3% weer omlaag. En ja, dat ging op heel hoog volume allemaal. Dus die keten die heeft het echt wel moeilijk. En er is ook zo'n andere keten, Dollar Tree. Nou, je ziet, gaat ook echt bergafwaarts. We hadden hier al een keer in, was het maart, earnings. Die werden ook al slecht ontvangen. En ja, vervolgens ging het gewoon hard omlaag. En ook hier vrijdag op hoog volume. En donderdag koers nog verder omlaag. Dus dit ziet er allemaal niet best uit. Dus ik ben benieuwd of en wanneer we hier nog weer wat herstel gaan zien. Maar in ieder geval, hier moeten we dus niet zitten de komende tijd. Tenzij je misschien een bearish outlook hebt en misschien short wil gaan, alhoewel, dan zou ik eerst even wachten op een herstel. Ik zou niet nu short gaan, maar in ieder geval een aandeel waar het wat beter mee gaat qua koers. En ik heb hier al iets opgeschreven. Dat is Netflix. En Netflix, ja, je ziet, die koers is de laatste tijd mooi gestegen en is ook boven dit niveau uitgekomen, dus uitgebroken en vrijdag 1,25% erbij. Ik had net een opname gemaakt, maar ik was vergeten mijn microfoon aan te zetten, dus ik kon weer opnieuw beginnen. Dus dit is mijn tweede poging, maar ik heb dit de vorige sessie alvast opgeschreven wat ik van plan was. Ik zat te kijken naar de oktober 18 optie-expiratie en om dan een 6,25, 6,20 bull put op te zetten. Dus dat betekent de 6,25 put verkopen, de 6,20 put kopen. En ja, op basis van de slotpremies van afgelopen vrijdag zou je dan ongeveer 60 cent, oftewel $60 premie ontvangen voor één contract. Je kan natuurlijk 2, 5 of 10 contracten doen, maar in ieder geval met die rode lijn ongeveer. Ik zal hem eventjes precies doen. 6,25. Daar ligt dus het niveau van de geschreven put-optie. Nou, je ziet dat is best een eind er vandaan. Dus hoe verder weg, hoe veiliger. De koers die zit boven het MA50, boven het MA20, het MA10. Dus ja, het zou kunnen dat de koers dinsdag en de dagen daarna wat zijwaarts gaat. Of misschien wel wat gaat dalen. Zou ook nog kunnen. Of misschien wel verder stijgen, nog beter. Maar ja, tenzij er iets geks gebeurt, maar ik zie er niet van komen dat die koers ineens dramatisch gaat dalen. Maar goed, als dat gebeurt, ik zou zelf het MA50 als stop-loss hanteren. Dat niveau dat ligt hier, ongeveer op de 660 nu. Als die daaronder komt, als die daar 2 dagen onder sluit, dan zou je dus kunnen zeggen, nou, ik stap uit. Of je kan ook een stop-loss aan de hand van de premie bepalen. Je kan zeggen, nou, ik heb 60 ontvangen, ik doe 1,5 keer of misschien 2 keer. Dat neem ik dan als stop los. Dus als je verlies 120 wordt, bijvoorbeeld 2 keer de ontvangen premie, dan zou je ook kunnen uitstappen. Dus
Zo hou je je verliezen beperkt. Maar in ieder geval een leuke setup met een hoge slagingskans. Dus kijken wat het wordt. Dus ja, volgende week, korte week, maandag Labor Day. Maar misschien krijgen we wel wat volatiliteit nog. Ik heb nog niet naar de agenda gekeken. Misschien komen er nog wat cijfers naar buiten. Of wat over inflatie. Dat zou de beurzen weer in beweging kunnen zetten. Maar het zal in ieder geval wel weer een leuke handelsweek worden. Dus ja, ik hoop dat je hier iets aan hebt gehad. Als dat zo is, duimpje omhoog. Heel erg bedankt alvast daarvoor. En dan hoop ik je volgende week weer terug te zien op dit kanaal. Bedankt voor je aandacht en tot de volgende keer. Dag!